de afschaffing van de slavernij had de kolonie grote behoefte aan werkers op de plantages om de kolonie draaiende te houden. Wat men deed was op zoek gaan naar werkers over de hele wereld. Men deed dat in vorm van contracten. Men is eerst op zoek gegaan naar werkers in hun eigen land, het thuisland, Nederland. Deze groep wordt vandaag de dag de boeroes genoemd. Maar toen dat niet helemaal ging zoals gewenst was, zijn ze naar de rest van de wereld gegaan. En zijn ze contracten gaan sluiten met verschillende mensen. Deze groep noemden ze toen de contractarbeiders. We zijn hier op Saramacca omdat ze hier langs deze rivier als eerste werk zijn gesteld. Ter herdenking aan de komst, het lijden en de volharding van de Nederlandse boeren in Suriname. Het monument dat we hier zo zien, lijkt een beetje ingewikkeld. Maar ik ga het voor u breken in Chimoni. Die bakstenen die we hier zien, die staat voor de vastberadenheid dat de boeren hebben gehad. Allerlei ziektes troffen de boeren door de slechte hygiëne wat er was. En van de 200 man hebben maar net een handjevol het weten te overleven. Maar toch hebben ze die vastberadenheid gehad. Wanneer we verder kijken, dan zien we een golfplaat. Die golfplaat staat dus voor die moeilijke tijd die ze hebben moeten doorstaan. En daarboven zien we een zon. Want de zon is uiteindelijk toch voor de nazaten van de boeren gaan schijnen. We zien 1845. Dat is het jaar dat de boeren voor het eerst voet aan land hebben gezet in Suriname. 1945 was 100 jaar later en toen is dit monument gekomen. En in 1995 zijn er nog wat extra zonnestralen gaan schijnen voor de boerengemeenschap. Vandaag de dag kennen we mensen als Van Brussel, Van Dijk, Stolk, Ravenswaai en nog veel meer. Die toch een goed bestaan op hebben weten te bouwen en een bijdrage kunnen leveren aan ons Suriname. Ongeveer in de 19e eeuw, hou me ten goede, maar er zijn ongeveer 2500 Chinezen gekomen om dus te werken. Maar na hun contract zijn vele van ze de handel ingegaan. Vaak de kleine handel in levensmiddelen, de supermarkten. En tot aan de dag van vandaag kunnen we dat dus nog steeds zien. Op Nieuw-Amsterdam, daar zien we een monument waar dus deze eerste Chinezen aankwamen. Maar ze zijn niet daar gebleven, eigenlijk door heel Suriname. Ook in Coroni is een grote groep Chinezen geweest die daar hebben gewerkt. Na hun contract zijn ze de handel ingegaan, hebben supermarkten hebben ze daar zo gesticht. En ze hebben hun leven zijn ze daar gaan opbouwen, waar natuurlijk ook een gezinnetje bij hoort. En eigenlijk is dat de eerste stap geweest van het toppunt van integratie, waarbij die mix samen is gekomen van de Chinese mannen met de Afro-Surinaamse vrouwen. Omdat er dus heel veel mannen waren die deze kleine handeltjes startten en natuurlijk ook het vrouwelijk schoon om zich heen zagen, hebben ze zich weten te vermenigvuldigen. En vandaag de dag zijn er dus zwarte mensen met Chinese namen. Net zoals ik. In 1871 is er een overeenkomst gesloten tussen Nederland en Engeland. Deze overeenkomst was om de veiligheid te garanderen voor de kust van Indië. In die tijd waren heel wat piraten daar zo actief. En de Nederlanders die zouden de boel daar zo gaan beveiligen. In ruil daarvoor zouden ze gebruik mogen maken van mensen die als contractanten te werk zouden worden gesteld in Suriname. Op 5 juni 1873 was het een feit. Het eerste schip dat vanuit Brits-Indië, vandaag de dag India, is aangekomen in Suriname. De naam van het schip was de Lalaroek. Het Lalaroek-gebouw staat dus symbool voor het eerste schip dat vanuit India is aangekomen hier in Suriname. Vanuit de Indische Zee ging men over op de Atlantische Oceaan. En vanuit de Atlantische Oceaan kwam men de Surinaamse wateren binnen. Binnengekomen in de Suriname rivier meerden ze aan de Paramoro Creek, oftewel de Vassommelsdijk Creek. En daar had je een depot, wat men noemde het koeliedepot. Daar werden ze dan geregistreerd en werd er gekeken naar welke plantage of op welke plantage men te werk werd gesteld. De plaats waar toen die tijd het koeliedepot stond,
daar staat vandaag de dag Royal Tararica. Wat een upgrading is dat, hè? Wat zo mooi is in Suriname, is dat al die verschillende bevolkingsgroepen van de hele wereld hier zijn gekomen, maar hun eigen identiteit hebben weten te behouden. Vandaag de dag hebben we feesten zoals Pagua, waar het hele Surinaamse volk dat feest meeviert. En natuurlijk ook het eten. Nou, kijk, we zijn en blijven Surinamers. Eten is heel belangrijk voor ons. De hele dag willen wij over eten praten. En wat heb je gegeten? Wat lus je om te eten? Wat gaan we zo meteen eten? En iedereen kent die Surinaamse roti, die veel lekkerder is als die roti in India. Maar ook die bara en die plauri. De Hindustanen hebben vreselijk hard gewerkt. Tot aan de dag van vandaag. Maar het is niet allemaal makkelijk geweest. Denk maar aan Marienburg, waar de directeur de mensen onderbetaalde, mishandelde, de vrouwen verkrachtte, ook nog zwanger maakte en de mannen het niet langer meer pikte. Ze hebben de directeur doodgekapt. Dit was allemaal om onder betere omstandigheden te leven. Op menselijke wijze op de plantages. Maar daarop volgde dat er meer dan 30 mannen en vrouwen zijn vermoord. Een massamoord is daar gepleegd. Vandaag de dag weten we nog steeds niet waar deze mensen zijn begraven. Zo, we zijn nu hier op Sanabudaya. Hier staat het monument voor de laatste immigranten die naar Suriname zijn gekomen in de tijd van de contractanten. Hierzo is het monument van de Javaanse emigratie. Om precies te zijn, op 9 augustus 1890 zijn de Javanen vanuit Batavia, wat vandaag de dag Jakarta heet, overgekomen via Nederland naar Suriname toe. Dat schip heette Koningin Emma. Van 21 mei zijn ze vertrokken, zijn ze eerst naar Nederland gegaan en van daaruit naar Suriname. En pas op 9 augustus zijn ze hier aangekomen, hebben ze hun eerste voet op Surinaamse grond gezet. De vorm van het monument dat jullie hier zo zien, dat is de vorm van een berg in Indonesië. En wanneer men deze berg ziet, dan herdenkt men, dan denkt men aan het thuisland, eigenlijk waar men van origine vandaan kwam. De Javaanse contractanten die naar Suriname zijn gekomen, kwamen voornamelijk van het platteland. Arme boeren. Toen de mensen hier aankwamen, werd de eerste groep te werk gesteld op Kommewijnen. Plantage Marienburg. Ook daar zien we ook een monument hiervan. Deze groep is gekomen en heeft onder vreselijke omstandigheden moeten werken op de plantages. Maar ondanks dat is men hier zo gebleven. Een groep is teruggegaan, maar een heel groot deel is ook gebleven in Suriname. Vandaag de dag kunnen wij daardoor een lekkere bami eten, of een lekkere soto, een lekkere bakabana, een lekkere pichil. De cultuur is heel goed bewaard gebleven. Ook met bepaalde dagen, daar heb je de jarang kempang. Waar het natuurlijk ook iedereen wil zien hoe men in trance gaat en eigenlijk de mensen hun cultuur op hun manier, op eigenlijk hun authentieke manier voordragen. Eén ding maakt Suriname bijzonder. Alleen hier in Suriname zijn er mensen vanuit Indonesië, vanuit Java, hier naartoe gehaald om te werk worden gesteld op de plantages. Overal in het Caraïbisch gebied dan heb je de mensen uit Brits-Indië, vandaag de dag India. Maar alleen in Suriname hebben we de Javaanse mensen. Waarom? Nederlands-Indië, vandaag de dag Indonesië, was een Nederlands kolonie. En wij waren toen die tijd ook een Nederlands kolonie. Zo, we hebben jullie op tour gebracht langs de verschillende monumenten die te maken hebben met ons contractarbeidersverleden. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Maar in ieder geval, die tijd was ook geen makkelijke tijd geweest. En dit alles is ook gegaan met heel wat verzet. Daarover moeten jullie blijven kijken naar dit programma Suriname. We'll be right back.
Thank you.